Zo jongens, welkom bij een nieuw avontuur. We gaan varen met mijn vader en zijn prachtige boot. En dan kunnen jullie zien... bochtje. Dan kunnen jullie gaan zien waar ik de bootjes gekte vandaan heb. Hé, hey, kijk. Daar ligt hij hoor. Ben je klaar voor kapitein Niels? Ah ja, ik heb hem. Wat je aan. Ja. Oh, kijk wat glimmend. Jongen, jongen, jongen. Kan ik nog wat van leren? Kijken of de oplettende kijkers zien wat er niet klopt aan deze boot. Wat klopt er niet aan deze boot? Oké, ik zal even het begin van het afmeren doen. Dan kom je er misschien achter. Hoor je dat? Een hele belangrijke stap hoef je dus niet te doen bij deze boot. Dat is touwen. Huh? Yeah. Hey, blubber. Gaat de reis naartoe? Bozewief. Bozewief, dat is het einde van de blauwe spier. Kijk. We gaan eerst naar Zoutkamp. Groningen, Zoutkamp, blauwe spier. Het doel van de reis is dus naar het Lauwersmeer, want dan kunnen we even vol gas varen. Er zit een nieuwe motor in, maar als je daar te lang stationair mee vaart, dan vervuilt hij en gaat hij toch roken. En daarom moet je af en toe na zoveel uur moet je even 60% gas. En we hebben nog nooit getest hoe hard de boot eigenlijk gaat vol gas. Dus dat gaan we ook even doen. Maar kijk, golven genoeg. Oepsie. Ja, de motor is groot genoeg, de nieuwe. Ik ga hem zo wel even laten zien. Oh, pas op hoor, er zitten allemaal kleine grutten. Ja, ja, precies. Oh, ja. Ja, maar ik vaar op de hoofdvaarwater. Oh, ja. We mogen gewoon onder de boeg, hoor, van mij. Ja, die komen allemaal de sluis uit. Ik moet snel houden. Oh, het zijn wel de leukere kanaaltjes. Ja, hè? Ja. Even een beetje knikken. Nou, tegen de wil van de schroef in en wind vond ik het beste. En zonder boegschroef. Ja, geen boegschroef meer. Ik hoor de tik, hoor ik daar. Ja? Ja. Nou, moet ik even kijken of het niet olie overal uitspuit. Oh! Ja! Zet maar ergens uit met de schroefdraad naar beneden. Over de olie. Ja. Dat is een slang geknapt, denk ik. Oh, ik deed het deurtje open en ik rook hydrauliekolie. Ik dacht, oh, kut. Nou, dat wordt kieren. Ja. Nou, we hebben in ieder geval wat te doen, hè? We zijn al saai, zeg, varen met een moderne motor. Even kijken. Oh jezus! Heel veel olie. Heel veel olie. Gaffe. Oh, een heel bad met olie. Ja, dacht ik al, is gewoon leeglopen. Wow, die hele slang is afgescheurd. Hoe de fuck kan dat? Hé? Dat is gewoon eruit geschoten. Los! Nou, uit zijn knel. Hier. Die slang is gewoon los. Alles zit onder de olie, joh. Ja, we kunnen gewoon varen, we hebben
Nou, we dachten dus een nieuwe motor, dan zijn we in ieder geval bedrijfszeker. Maar dat is nog niet per se. Slangetje lof. Vrij met vliegen nou, als ik was. Ja. Ben ik uit? Nee, maar we hebben wel leuke beelden. Oh ja, maar die staan op die drone, dus die heb je helemaal niet als hij crasht. Nee, dat niet. Kijk, blijkbaar als je dus... daar gaan we weer. Er is iets met dit schip of de antenne of zo, dat op een gegeven moment zegt de drone, ik wil alleen nog maar omhoog en naar beneden, van links naar rechts. Maar dan niet dat je hem draait en dat hij dan links en rechts, in ieder geval, hij blijft gewoon op één plek, zegt hij maximum flight distance bereikt. En dan moeten we met de boot helemaal terug om die drone weer op te halen, tot twee keer toe. Maar daarom zie je dat we draaien op het kanaal. Dat was niet in de planning, maar ook wel weer grappig. Ik dacht wel even dat ik hem kwijt was, hé, jongen. Een wheelie met de boot. Benieuwd of je het kan zien. Ja. Ik kan wheelies. Je kan niet sturen als je gas geeft. Nul, niks. Waar die staat, gaat die. Je kan niet sturen, hè, met gas. Volgens strikt stuurloos. Zo heb je het vast afhalen. Daar komt hij weer. Zo is stuur weer terug. Ja. Ah. Kijk, dit is een mooie hoek voor de boot. Wie zegt er dat je een drone nodig hebt? Fris je toch van op hoor, zo die jutje. Nee. Ja. Ja.
Zo, goedemorgen. Ik heb lekker geslapen naast een dieseltank en een losapparaat. Ja, wat wil je nog meer, hè? Ben je al klaar voor het diepte-interview? Het ondiepte-interview? Ja hoor, wat wil je weten? Nou, waar zitten we op? Wat is het? Hoe oud is het? Hoe diep is het? Hoe lang is het? Oh, wat is de historie? Hoe kom je eraan? Hoe groot was hij? Ja, dat bekleeft op een gegeven moment, hè? Heb je een boot? Hoe kom je eraf? Kan je ook vragen. Ja, nee, dat, ja, die ken ik ook. Hartstikke leuk. Eindelijk doet alles het. En, kinderziektes zegt aan, maar alles is weer in de prak. Voedsel doet niet meer. Dus ik bepaal niet piepen en kraken. Ja, nee, fantastisch. Dan vaar je ergens heen, dan lig je daar. Het is gewoon koud. Ja. Maar ja, alles bij ons. Je neemt je lijf en houden mee. Fantastisch. Je hebt niet zoveel diepte over te vertellen. Nee, maar ik heb het bootje natuurlijk niet van een vreemde. Want ik denk dat die gekocht is toen ik 3 was. 2, 3, het schip. 0. 0. Ik was 0. 1986 ben je geboren, toch? Ja. 1986 heb ik hem gekocht. En, nou, moeder vond hem niks. Maar ik heb het gewoon maar doorgezet. Dus, sindsdien heb ik gescheiden ouders. Ja. Wat een boot al niet teweeg brengt. Ja. Nee. Nee, bootleven, hè? Bootleven, ja. Dus jouw hele leven lang al heeft je pa een bootleven. Daarvoor helemaal niet. Want ik vond boot altijd wel leuk, maar ik heb nooit een boot gehad. Maar je moet bedenken, kijk, mijn schip was natuurlijk heel gaar en oud. Maar deze was minstens net zo gaar en oud. Ja, ze waren allebei. Groeiden berkenbomen aan dek. Ja, het was gewoon... Mocht je voor de oud-ijzerprijs meenemen. Ja, ook. Het was niet echt een bos, maar er stond een berkenboompje om de dek te groeien. Ja. Ja. Een manhoog berkenboompje. En Niels is met Big Hammer en al door het vlakkend water met zijn benen ingegaan. Dus, ja, zo'n Atlas Copco vette drillboor, hè? Ja. Gewoon helemaal door het vlak heen. Ja, ja, ja. Ik kon geen hulp van de buren krijgen. Die waren bang voor zinken. Ja. Ja. Ze hadden me nog zo gewaarschuwd. Maar het is een heel bijzondere boot. En er is eigenlijk nog maar één van. Het is namelijk een beurtschip. 1892. En hij heeft gevaren van... Op, wat was het ook weer? Haarlem, Rotterdam, Amsterdam. Ja. Vaste dienst. Ja. De Haarlemse stoomvaartmaatschappij in Vee. En hij had bijnaam de koeienboot. Omdat er ook koeien aan dek werden vervoerd. En dat kan je hier zien. Dit zijn ze, hè? Koeienogen. Hoe kon je ze dan maar vastzetten? Koeien, schapen. Ook lading werd ermee vastgezet. Toen was het allemaal nog stoom gebeuren. Ja. Dus moet je voorstellen, gewoon koeien vlotsen aan dek en kippenmanden, passagiers voorin. Overal kolengruis, alles was zwart en vies en smerig, er zat nergens verf op. Hij heeft hij 20 jaar volgehouden, hij heeft gevaren tot 1912 en sindsdien niet meer. En nu vaart hij weer. Dat is wel kikken. Ja, want ik... Hij vaart ook als een speedboot, hè? Maar je moet bedenken, dus eigenlijk is alle opbouw sowieso nieuw. Het is allemaal geklonken met de elektroden. Maar er stond niks op, althans, een houten huis. Ramen in de roef van een Russisch passagiersschip. Ja, en het unieke is dat hij dubbele berghout heeft. Kun je dat kan zien? Bovenste is ook helemaal af geweest. Teruggelost. Dat is ook zo gaar als een mispop. Ja, dat kan je nu niet voorstellen als je er naar kijkt, hè? Maar het achterdek is nieuw. Die halve reling lag eraf. Nou ja. De haven gevist. Ja, kijk. Zoveel details, hè? Het is toch wel bijzonder, hoor. Ja, projectje vader en zoon. Ja. Echt geklonken. Samen echt geklonken, ja. Mooie sluiting. Zwaartekrachtsluiting. Ja. En het schip is gewoon compleet werkplaats.
En een klein beetje wonen, zoals het hoort eigenlijk, toch? Ja, want je moet bedenken, het schip is 31 meter lang. En ik denk dat je woont op... 2 meter. Ja, zullen we even kijken? Dat is ook caravan. Ja, we gaan even kijken. Even binnen kijken. 2 meter. Nou. Ja, hoe lang is een bed? Aanbeeld. Bed is 2 meter 20. 2 meter 20, ja. Ja, nou. Kijk, ook mooie hamers. Lijmklemmen. Ja, waar heeft hij daar het van, hè? Ja, waar zou ik het van hebben, het lassen? Ja. Nou, bedje. Ja, wat heeft een mens nodig, hè? Een keuken. Kijk, hier is de bijkeuken. Dit is de bijkeuken. Dit is de eetkamer. Kijk, deze tafel, die zat ooit tot hier. Maar ja, dus laatst is hij weer verkleind, omdat hij plaats heeft gemaakt voor een kachel. Die is ongeveer net zo groot als de hele keuken. Ja, man. Kijk, zo'n mooi plaatje. Dat heeft de buurman ooit getekend. Ja, heel lang geleden al, hè? 1996. Toen er nog ijs lag in de haven. Ja. Detailtje. Dat is handig van video, hè? Ik kan het gewoon opnieuw doen. Handig van video, hè? Ik kan het gewoon opnieuw doen. Handig van video, hè? Ik kan het gewoon opnieuw doen. Is goed, doe het gewoon nog een keer. Ja, dan maken we de rondleiding gewoon even af dan ook. Ja, we gaan naartoe naar de elektriciteitscentrale. Ja, we gaan naar de elektriciteitscentrale. Maar... wij zijn dus ontruimd, kan je zeggen, met onze schepen. Althans, vrijgelaten uit Amsterdam. Ja, we moesten dus onafhankelijk worden van water en stroom. Dus alles zelfvoorzienend. En daarom heb je hier allemaal zonnepanelen. Oh ja. Nou, dan hebben we hier het bedieningspaneel van de elektriciteitscentrale. Eigenlijk het uitlezen. Daar linksin staat dan het accupercentage. Nou, die accu's zijn zomers gewoon altijd barstensvol. Ja. Ik was bang dat ik tekort kwam, dus... Even goed overdreven. Ontzettend overdreven. We hebben hier een veilig afstapje. Machinekamer. Ja, maar nu geen machinekamer meer, want de motor die is een andere plek gekregen. Ja. Nu is de fietsenstalling. Fietsenstalling, dieseltank, watertank. Nog een dieseltank? Nog een dieseltank? Ja, wat dieselen gaan we. Oh, kijk eens joh. Ja, hier zit dus het idee dat met iets minder zonnepaneeloppervlak, want je wil niet als zonnepanelen overal, je boot is gewoon niet mooi, maar op het sturen dak zie je het niet. Dat je dan genoeg buffer hebt om in ieder geval een weekje in die schaduw ook nog je dingen te kunnen doen. Ja, maar 1200 ampère uur accu's. Dat is wel echt een hoop lithium. Want je had hier in de zomer geprobeerd. Lassen, slijpen, de hele bende en gaat gewoon nauwelijks leeg. Wel echt bijzonder eigenlijk. Prachtige stuurwiel. Maar deze werkt dat als je aan de ketting trekt, er niks gebeurt. Dus hij werkt eigenlijk maar één kant op. Ja, tot op zekere hoogte. En dan gaat het stuurwiel ook heel hard draaien hoor. Ja. Maar het genoeg achteruitvaart. En hier zit een soort krukas in met een tandwiel die hem aandrijft. Moet je maar eens kijken. Je ziet hem heen en weer gaan. Ja, vet hè? Ja, dat is gewoon echt vet. Van de Giezen. Krimpen aan de IJssel staat erop. Oh ja. Werktuigenfabriek van de Giezen. Maar ja, is hij daar gemaakt, hè? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, dat kan ook... Ik denk het eigenlijk wel. Die lier komt toch ook uit Krimpen aan de IJssel? Ja, klopt. Van de vroegere Bolnes-fabriek. Maar misschien is dat ook niet waar. Misschien was het ook wel van de Giezen. Maar er zit geen plaatje op. Maar het is wel heel grappig, want deze stuurlier die is er pas later bijgekomen. Die komt uit de zolder van een tagrijn in Amsterdam.
En ik kocht een stuurwiel, niet deze, maar die vond ik duur. En toen zei ze, nou, dan krijg je een leer er gratis bij, want die doet het niet. Maar hij deed het wel. Doet het niet, zat gewoon verkeerd in elkaar waarschijnlijk. Ja. Ja, er zaten nog een paar kettingschalmen bij aan de voet, waar die ketting niet doorheen paste. Dus die was inderdaad, zat verkeerd in elkaar, maar hij deed prima. Zo'n ding kan ook niet stuk. Dat is heel simpel. Kijk, spitpaal. Het schip heeft niet echt een kiel en geen zwaarden. Dus als de wind het schip pakt aan de voorkant, aan de voorkant ligt hij ook, maar echt, het zal het zijn. 30 centimeter na 1,5 meter. Ja. Het schip. Ja. Dus hij is heel windgevoelig. En in het begin al alleen de kromhout en dan geen boegschroef en dus geen spitpaal. Maar als dan het windkracht 4, 5 wordt het gewoon echt spannend. En in je eentje kan je dan echt niet varen. Vooral als je stil ligt. Als je vaart heeft geen probleem. Als je stil komt te liggen, dan, dat soort dingen. Ja, dan waait hij gewoon alle kanten op, die neus. Dus toen is er ook een boegschroef. En toen dacht Niels, hé, laten we ook spitpaal doen. Dat is het enige waarvan ik dacht, goh, dat is wel een hele investering. Maar nu denk ik, je zou bijna van alles wat er nu in zit, eigenlijk is de spitpalen nog het handigst van allemaal. Ja. Echt bizar. Ja, je kan overal aanmeren. Aan je eigen paal. Het geen kader nodig, geen boulders, niks. Gewoon hup. Nou, dan hebben we dus de mooie olielekkage. We kunnen toch niet in de zon zitten. Dan ja, maar in de machinekamer. Dan maar in de machinekamer. Zo, die is weer netjes schoon. Dat is wel grappig, want bij het uitzoeken van een motor dachten we, ah, het was lekker overdrijven. Althans, van een motor met genoeg vermogen, dit is 250 pk, dat je gewoon met weinig gas geven toch stil en lekker hard vaart. Nou, dat is 100% gelukt, want als je hem alleen maar in zijn voorruit zet, dan de stationair eigenlijk in zijn werk, dan vaart de boot 9 kilometer per uur. Wat heel leuk is, maar eigenlijk veel te snel. Want op heel veel plekken mag je maar 6. Dan zit je achter een jachtje, dan moet je hem even in zijn werk zetten en dan weer eruit. Maar nou, in ieder geval met schoon schip nu, dus misschien met agro ietsje minder. Maar zie ik toch gewoon, klik vooruit en dan woe, ga je 9. Dat is wel heel mooi uitgerekend. Hier is de ankerkettingbak. Kijk, we hebben de boegschroef en ballast. Kijk, quiz van de dag. Zo'n boot zit allemaal geklonken voor mensen die het niet weten. Vroeger hadden ze nog geen lasapparaat. Dus dan moest je gewoon een stukje staal tegen elkaar aan. En dan had je klinken, een soort paddenstoelvormig metalen dingetje die je verwarmt. Daai je erin, sla je aan twee kanten aan en zo zitten al de boten aan elkaar vast. Alleen, heel veel is natuurlijk gerestaureerd en dat kan je weer klinken, maar het is heel veel werk. Er is ook een truc, dan ziet het er toch geklonken uit. Maar dit is het eigenlijk niet. Dus is dit echt of is het nep? Jij weet het allemaal. Oh ja, ja, ik ben er ook. En, nee, Niels is koning in nep klinken namelijk. Ja. Maar dit is knijter echt. Dit is knijter echt. Maar dit is gewoon met die kan een laselektrode, een soort bolletje lassen. En dan ziet het er gewoon uit alsof het geklonken is. Maar dat is het eigenlijk niet. Dus we gaan even naar de volgende. Je krijgt 3 seconden telkens om het te raden. Oké, daar gaan we. Deze. 3 seconden. Echt of nep? Ja? Nep. Het koeienoog is echt. Deze rij. Echt of nep? Nep. Kijk, hier zie je de hamersporen gewoon nog zitten. Echt of nep? Nep. Ook nep. Kijk, ook een vrij exemplaar. Mooie bolders. Echt of nep? Ja, nep. Alles. Nep. Nep, nep randje erin geslepen. Nep, 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 nep. Die hele boot is gewoon nep, eigenlijk. Oké, nog eentje dan. Die klinken daar. Die hele rij. Het hele schip, van voor naar achter. Echt of nep? Nep. Ook nep. Die zijn wel mooi bol, hè? Jongen. Ja, die.
Deze ook. Ook nep. Die? Die ook. Maar gaan we dan één hoeklijn naar beneden? Die zijn dan weer echt. Deze zijn echt. Echt of nep? Ja, volgens mij had ik het al verteld trouwens. Deze zijn echt. Kijk maar, komt die? Kijk, dat is het trucje. Als ze echt zijn, dan heb je aan de binnenkant heb je het kopje. Dus aan de buitenkant is hij plat en aan de binnenkant heb je het kopje. Deze hebben we allemaal zelf erin geslagen. Maar wat Niels net zei, de hele opbouw is nep. Is helemaal nieuw, allemaal nep geklonken, behalve die twee deurtjes. Dat hebben we gedaan. Toen dachten we, dat is leuk. Maar wat een werk. De rest is wel lekker last hoor. Jongen, jongen. Wat een werk. Ik weet nog waar het eerste lapje in ging. Toen dacht ik nog van... Een paar maandjes? Ja, er moeten van die wiebertjes in. Dacht ik, ja, zo'n schip repareren doe je in een jaar. Het is ergens aan de andere kant. Er zit zo'n lapje ergens in. Dat was het eerste lapje. Even denken. Ja, hier zit hij. Ja, echt lachen. Kijk, in plaats van die ruitjes, vond ik ergens in de container, vond ik ook een ruitjesplaat. Ik dacht, ja, daar moet ik mee restaureren. Hier zat vroeger mijn loopplank mee vast. Er zat een scharnier op en toen had ik een aanvaring. Een of andere schip die voer vol op me aan en toen scheurde daar een stuk uit het schip. Een nieuw stukje erin gelast. Ja, het is ook ruit, inderdaad. Het is ook ruit, maar het had niet gehoeven. Nee. Dat is de eerste reparatie aan het schip. Ja, want deze ruitjes, die zaten dus op het hele schip. Ook hier. Ik had ze nog net zien zitten. Maar die zijn gewoon helemaal weggesleten. Hier zie je nog een afdruk. Dat is ook wel gek, hè? Dat het dan eerder... Dat de hobbeltjes zijn... Worden deukjes. Ja. Nou, dit is allemaal door koeien en mensen en weet ik veel. Katten, walvissen. Allemaal zand en kolengruis. Weggesleten. Ja. En dit is ook wel leuk, want dit... Deze roestlijn... Ja. Dat is van de oude opbouw geweest. Want er stond ooit een oude houten enorme hut op dit schip. En die... We hebben hier nog een fotootje van. Was ook niet origineel, maar daar hebben we heel lang in gewoond. Kijk, we hebben hier een fotootje. Dit was denk ik 20 jaar geleden. Toen stond hier een gigantisch mooi houten huis op. En onder was hij gewoon helemaal leeg. Ja, want die heeft er wel altijd in gezeten, of ook niet? Ja, hij is origineel. Verhoging is origineel, alleen dit staal dan weer niet. Nee. Want vissersgubbenstaal is ook maar een hele korte periode hebben ze dat geleverd. Ja, maar één bedrijf dat deed. Dat is anti-slip vissersgubbenstaal. Keizer Last Service. Maar wel weer geklonken. Echt of nep? Echt of nep. Ook nep. Ook nep. Ja, ja, nu weten jullie het wel, denk ik. Zo'n jeutje. Kijk die golven. Oh yeah. Kijk vandaag met water. Hij trekt die hele kont onder water. Ja, hij doet gewoon je kont, bovenste berggat, dan denk ik dit boven water. Ja, mooi.
Nou, ik denk serieus dat hij zich 80 centimeter de kont het water ondergroef. Wat een geweld, joh. Ik heb hem terug. Oh ja. Niet dat gaat toch? Nee. Of wel? Ja. Ja, maar dit is dat eiland. Oh ja. Er zit hier ook die rare futsing of zo. Ik zal even kijken. Ja, hij is hier niet wakker. Nee. Nee. Daar toch? Daar, die kant op. We moeten met een hele grote bocht nog... Oh ja. Ja. Om het eiland heen. Oh ja. Ja, ja, helemaal zo. Ja. Oh, dit is dat. Ja, dat... Ja. Ja, we moeten... Die boei aan de... aan het stuurboord. Maar 21 kilometer per uur dus. 20. 21. 20. Ja. Maar ja, half gas dus... Bijna net zo hard. Sluis met wind schuiven achter zonder boegschroef. Dat is nog best wel een uitdaging hoor. Zag je, dan moet je een beetje zo schuin erin varen. Dus met zijn achteruit zijn trekt hij dan de kont net naar bakboord. Dus dan mik je met de neus net zo schuin de sluis in naar de aanweergelegenheid. En dan gooi je hem eens achteruit. En dan goed is, trekt hij dan zo naar de wal. Ging best goed. Ik had een beetje afstand, maar oefening maar kunst, hè, zeggen ze. Je moet het zet doorvaren. In spanning en ontspanning tegelijkertijd. Zijn jullie al slapend? Zo, het is al niet meer. Ja, goedemiddag, van Slauwe Zoon. We krijgen de opening van de brug bij Guijmen. Dank u wel. Hallo. Hoor, sport. Wel blijven varen. Ga een hut voor de Frisia. Ja. Post nou zo voor de Frisia. U krijgt zo spoedig mogelijk een opening hoor, van bij Garnhoord. Ja hoor, vriendelijk bedankt. Kijk, daar ligt ze. Zo, goedemorgen. We zijn lekker vroeg uit de veren. We mochten ergens bij vrienden in Groningen even overnachten. Aangezien de brug, we zijn bijna weer thuis. Alleen die brug die moet je 24 uur van tevoren oproepen. En dan pas gaat die open. Gaat er iemand naartoe, die moet dat handmatig bedienen. Dus daar hebben we op gewacht. Nu lekker 7:30. We moeten om 10:00 bij de brug zijn. Dus dat moet lukken. We gaan in ieder geval nu achteruit, zonder boegschroef, even lekker zo hieruit. Dat drukke kanaal op. En dan, hoppa, gas erop. Ja, dat heb je met die schroefwerking, hè? Zo'n boot wil helemaal niet recht achteruit. Die schroef is zo groot en draait één kant op, dat hij gewoon het hele schip dan in de achteruit zo omtrekt. Dus
moet je weer even vooruit die kant op en dan weer een stukje achteruit en dan een beetje vooruit die kant op en een stukje achteruit. Vrij. En vrij. Nou, we zijn er weer. Het was echt het gevoel van thuiskomen. Ja, en dat zat er met varen. Dan denk je, oh rustig, wat heb ik dan? We zijn weer een wal. Maar je denkt ook, wat moeten we saai. Allemaal doen? We moeten allemaal doen vandaag. Ja, kunnen we niet gewoon weer gaan varen? Het is gewoon de beste excuus om niks te doen. Dus ik zou zeggen, ik ga weer dingen doen, maar als ik jou was, zou ik gewoon lekker volgende week weer gaan varen. Ja, weer gaan varen. Ja, joh. Lekker invaren. Hoe schroeven we even aansluiten en... dat lukt zonder jou? Ja? Zeker. Maar ik denk als je belt dat je toch weer meegaat. Zeker. Tuurlijk. Volgende tochtje. Bel ik je wel weer hoor. Precies. Doei. Doeg.